Broski, welkom of welkom terug op mijn kanaal. Je kijkt naar de FIFA 22, Ajax Career Mode. Mijn naam is Dwayne Star en dit is aflevering nummer 42. Voordat we gaan beginnen aan deze aflevering, vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Kunnen wij ook voor deze aflevering minimaal de 100 likes bereiken? Dat zou ik echt enorm waarderen en dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk voor mijn kanaal. Als je aan het kijken bent en je vindt deze serie interessant, maar je bent nog niet geabonneerd, abonneer dan nu op mijn kanaal als je mij wilt blijven volgen. Vergeet dan niet om je belletje aan te zetten, want dan krijg je meteen een melding nadat ik heb geüpload. In de vorige aflevering vroeg ik aan jullie of jullie namen konden opnoemen van Ajax-legendes. Even kijken, Luc. Jij kwam op de naam Johan Cruijff. Natuurlijk de enige, echte, de beste ever. Dus dat vind ik een goed idee. Dus dat ga ik even heel snel doen. Wacht even hoor. Maar ja, dan moeten we gaan kijken. Want wat was de positie van Cruijff? Uiteindelijk was hij gewoon een echte, pure aanvaller. Linksbuiten, rechtsbuiten, spits. Centrale aanvaller, hij kon volgens mij zelf spelen als aanvallende middenvelder, dus dat is een beetje lastig. Maar ja, komt wel goed. Even kijken, we moeten natuurlijk eerst, deze moeten we stoppen. Helemaal vergeten. Oké, komt goed. Laten we even gaan kijken hoe wij hebben gepresteerd, tenminste de spelers. En Bolle staat op 6 doelpunten uit 7 wedstrijden en hij heeft 1 assist gegeven. Klaassen staat op plek 2 met 4 doelpunten. Ibrahim op 3. Dat is voor een Bolle natuurlijk wel een soort van motivatie, maar aan de andere kant, het gaat lastig worden voor Embolo. Ik geloof er heilig in. De man van de assist is Davido Neres met 4. Nu al 4. Ihattaren met 3. Opvallend. En Dos Santos. Dos Santos op 2. Kluivert heeft een probleem. De vorige aflevering hebben wij de wedstrijd tegen Leicester. De eerste wedstrijd in de Champions League hebben wij verloren met 3-1. Die deed pijn, maar het was ook wel mijn fout, want we speelden niet met onze sterkste 11. Cambuur hadden we gewonnen. PSV hadden we gelijk gespeeld. Wacht even, we hadden 3 gespeeld toch? FC Utrecht toch ook waarschijnlijk? Ja, volgens mij wel. Die hadden we gewonnen met 3-0. Ja, oké, nou, we gaan kijken. Het schema voor deze aflevering. De wedstrijd tegen NEC Twente wil ik eigenlijk gaan simuleren. Dan ga ik me focussen op de maand oktober. Daar hebben we natuurlijk de wedstrijd tegen Dynamo Zagreb. Is dat toch? Volgens mij wel. De wedstrijd tegen, ja natuurlijk, de klassieker. En de laatste wedstrijd is dan tegen Benfica. Wacht even. De scout, is die scout al terug? Je hebt me niet eens gezegd dat je terug bent. Oh, of misschien wel, ik weet niet. Oké, wacht even. Johan Cruijff, we gaan sowieso 9 maanden, want je weet niet hoe lang het kan duren. Maar de positie, kijk, hij was technisch begaafd. Vleugelspeler was hij ook. Fysiek sterk, dat niet echt. Speelmaker was hij, dat? Ja, oké, dat gaan we sowieso niet doen. Keeper ook niet. Aanvaller was hij ook. Maar ik zit eerder te denken aan technisch begaafd, vleugelspeler. Maar met fysiek sterk krijg je ook gruwelijke spelers voor terug. Maar ik zit eerder te denken aan een van deze twee. Ik ga voor vleugelspeler, omdat we natuurlijk ook scouten op Jari Litmanen. En die had ik gegeven technisch begaafd, dus vleugelspeler. Eerste wedstrijd is tegen NEC. Salisu hoopt op verbetering na slecht debuut. Ah, je deed het niet slecht hoor. Sowieso niet. Alles staat goed. Ja, Kluivert, je gaat moeten werken voor die plek. We moeten winnen. Weer kantje bord. Wat is er aan de hand met dat? Waarom weer? Maar oké, we hebben gewonnen. Wacht even. Wat is dit? Welke is dit? Wie is dit? De nieuwe Luis Suarez. En misschien weer, misschien Araujo. Maar ik denk het niet. Gaat niet zo goed. Dan hebben wij de volgende wedstrijd. De volgende wedstrijd is tegen FC Twente. We zijn in Enschede. We winnen met 3-0. Die winnen we gemaakt. Maar Twente is een betere ploeg dan NEC. Oké, we zijn wel 4 jaar verder, dus alles kan natuurlijk anders zijn. Ihattaren. Ibrahim scoort. Neres. Wacht even. Ja toch? Ja. Wauw. Ibrahim heeft gescoord. Embolo gaat lastig krijgen. Dat weet ik zeker. Eerste wedstrijd van deze aflevering. Heb ik nou weer ervoor gezorgd dat mijn spelers niet 100%... Oké, jullie gaan moeten spelen. Ik heb het gewoon weer gedaan. Oké, wacht even. Hoe heet hij ook alweer? Bas Dijkstra. Oké, daar staat die naam. Bas Dijkstra ging van een 72 naar een 77 naar een 80. Minimale potentie. Laten we eerst dit doen. De nieuwe Jari. Lidmanen. Laten we gaan naar Bas Dijkstra. Waar is dat maandelijks verslag gebleven? Het is gewoon weg. Jullie is... FIFA, kom op man. Dan gaan we gewoon zo. Dan gaan we gewoon hierheen. 82. Ik kan het al zien. 82. Het gaat nog steeds verder omhoog. We hebben een gruwelijke keeper. Gruwelijk. Oké, de eerste wedstrijd van deze aflevering is tegen Dynamo Zagreb. We staan op de laatste plek. We moeten deze wedstrijd winnen.
Maar als je gaat kijken naar het elftal, Dos Santos, ja oké, okay. Dos Santos, Kluivert. We moeten wel, ja, maar niet de belangrijkste. Nathan Ake, Bakker, het wordt weer Bakker. Zalezu, ja, dit wordt lastig. Sanchez, Schuurs, Struik. Ja, Struik speelde niet heel sterk. Ihatare laat ik wel staan, want het verschil is te met de rest. Nee. Daar zijn we weer. Nog steeds even sexy. Hou op. Kan jouw team vandaag de eerste overwinning boeken? Het zou moeilijk worden, maar ik heb er wel vertrouwen in. We moeten wel. Want als we deze verliezen, hebben we dus 2 wedstrijden gespeeld, 0 punten. Dan is het bijna onmogelijk. We moeten winnen. De druk is enorm. Een knappe overwinning op Twente. Echt waar, we hebben de Champions League gewonnen. Hoe agressief denk je dat Dynamo Zagreb zal spelen? Ik denk dat ze zelfverzekerd zijn. Want ze zien ook dat wij niet op en top presteren. Dat is wat ik denk. Maar ja, we kunnen daar natuurlijk wel gebruik van maken. Weet je, misschien onderschatten ze ons nu. Hoe heb jij als manager gereageerd op de inconsistente vorm? Hoop je voor wat stabielere resultaten te zorgen bij het team? Tuurlijk. Ik weet zeker dat de spelers snel vooruit zullen gaan. Het kost alleen tijd. We zijn pas begonnen aan seizoen nummer 4. En we hebben natuurlijk best wel veel nieuwe spelers gehaald. En dat, ja, zoals ik al zei, dat kost tijd. Zoals ik al zei, we hebben de eerste wedstrijd al verloren in de groepsfase. We moeten deze wedstrijd winnen. Alleen maar om onze kansen zo groot mogelijk te houden. Als we deze wedstrijd verliezen of zelfs gelijk spelen. En we hebben de Champions League gewonnen. Het doel voor dit seizoen is om 2 jaar op rij de Champions League te winnen. Dit zijn de 11 voor Dynamo. Ze spelen met 3 verdedigers. Ja, oké, maar wel Ademi en Ristovski. Ongelooflijk wat ik net heb gedaan. Ik ga ervan uit dat we deze wedstrijd winnen. Neres en Kluivert op de flanken. En Bolo speelt gewoon. Ihatare doet het goed. Ren speelt goed. Klaassen speelt goed. Ja, alleen Struik en Schuur. Struik speelde niet heel goed. Terwijl hij eigenlijk vorig seizoen heel goed speelde. Maar ja, misschien heeft hij er moeite mee om weer op de bank te zitten. Dat zou kunnen. Bakker, hij is hem al kwijt. Letterlijk de eerste aanval. Hou er een keer mee op. Dan gaat hij hem schieten. Dit is kans nummer 2 in 5 minuten tijd. Dan Kluivert buitenspel. Mist natuurlijk ritme. Struik. Ik heb geen idee waarom hij nooit een luchtduel kunnen winnen. Volgende kans. Derde kans in 10 minuten tijd. Dit is niet het begin. Meslier. Gele kaart graag. Dank. Ik heb de beelden nodig. Want ik ben gewoon eerlijk. Ik heb gewoon de beelden nodig. Kom wel goed uit, denk ik. Misschien. Bruh. Ja. Loopt iedereen ervoor. Mbolo. Kluivert. Oh, nee. Zag je die aanname van Mbolo? Hij heeft het. Ik zeg het je. Hij is nerveus. Want Abraham op de bank staat te kijken. En hij weet het. Mbolo weet het. Ik weet dat hij het weet. Skill move. Hij blijft gewoon binnen. En hij is geblesseerd. Wat? Oh ja, Neres hè. En we zijn net voorbij aan de transferperiode. En het ziet ernaar uit dat Davido Neres zwaar geblesseerd is. Ja, daar gaan we dan. We hebben Kluivert pas terug. Hier gaat het fout. Die bal blijft gewoon netjes binnen. En wat grijpt hij? Ik heb geen idee. Ja, misschien zijn linkerknie. Daar hebben we Dos Santos. Dos Santos speelt goed. Dat is in ons voordeel. Struik. Je hoeft hem niet te geven, hè. Daar is Dos Santos. Meteen aan de bal. Dos Santos met de paas op Bril. Ik wil het bijna gaan doen. Mbolo. Wat een sexy pass van Dos Santos. Abraham gaat spelen in de tweede helft. Als je aan het kijken bent en je hebt nog geen duimpje omhoog achtergelaten. Hou op en doe het gewoon. Even snel. Doe. Kluivert is natuurlijk heel snel. Ihatare.
voor zijn eerste voor Ajax. Ihattare, eerste doelpunt voor Ajax. Ihattare! Mohamed Ihattare scoort 1-0 voor. Kluivert krijgt de assist. We spelen met één man meer. We moeten deze winnen. Als we deze verliezen of gelijk spelen, is het gewoon een schande. Met name ook omdat we spelen tegen Dynamo. Met alle respect. Ihattare met zijn eerste. De nummer 10 van Ajax scoort zijn eerste van het seizoen. Ihattare heeft gescoord. We staan voor met 1-0. De eerste helft is bijna voorbij. Prachtig einde. Maar we gaan wel natuurlijk Ibrahim erin brengen. Want... tenzij... ah, we leveren de bal in. Oké. Okay. Nee, niet. Laten we... mag ik genieten van die 1-0 voorsprong? Alsjeblieft. Dus gelijkmaker. Bakker was hem kwijt. Hier, hij draait weg. Draait nog een keer. En weer staat hij open. Scheidsrechter gaat natuurlijk. Wat? Wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? We hebben zo hard moeten vechten voor dat doelpunt. En Bolen. Wow. En Bolen gaat eraf voor Ibrahim. We gaan niet verliezen of gelijk spelen. Eén man meer. Ja, tuurlijk. We spelen met één man meer. Waarom voelt het alsof wij één man minder hebben? Maar ik weet dat het geen kans is, geen echte kans, maar... wat doen jullie? Het gewoon weer. We verliezen weer de bal, hè? Ja. Dit is wel op ultiem, hè? Ik vergeet het soms. Struik. Voordeel! Ah, kom op, man. Het valt echt zwaar tegen deze wedstrijd. Hier is de kans, trouwens. Dit is de kans. Bal weer kwijt. Er zit geen... Weet je wat? We staan toch gelijk. We gaan... nee, dit is niet wat ik wil doen. Twee spitsen. We gaan spelen met twee spitsen. Bakker, kom op! Kijk die snelheid van Bakker! Waar ben je mee bezig, Bakker? Ibrahim ontsnapt. Ibrahim, we staan... oh. Dit zijn die wedstrijden, jongens, waar we... en we staan gewoon... we hebben één man meer. Hou op. Ik moet rustig blijven, want voor hetzelfde geld, voor hetzelfde geval, weet toch, dan scoren ze meteen weer naar ons. Meteen, direct na dit doelpunt. Maar Ibrahim scoort. En Bolo, ik heb het je vaker gezegd, je hebt een probleem. Ibrahim is onze duurste speler. En hij laat het ook gewoon zien, hè. Waarom? Ihattare moet er vanaf trouwens. Maar hebben we iemand? Ja, wie? Ja, Ekkelenkamp. We hebben geen keuze. Nou, wacht even. Nee, dat is niet wat ik wou. Hou op, man. Wat de... hey. Hey. Wat? Slechte wedstrijd van Ajax. Maar ja, we staan vol met 2-1. Ja, weet je. Draait netjes weg. Ja, Dynamo. Het is wel echt... Klaassen was daar. Rens. Rens. Drie netjes. Wedstrijd klaar. Ik ben gewoon niet tevreden. Maar we speelden weer niet met onze sterkste elf, hè. Maar dan nog steeds. We hadden gewoon één man meer. Wat een slechte wedstrijd was dit. Dan wil ik even gaan kijken. Wie speelde zo slecht dan? Want Neres, ja, Neres geblesseerd natuurlijk. Embolo speelde slecht. Struik, Schuurs, ja. Wat ik al had gezegd, Struik en Schuurs. Bazoer was ook niet zijn beste wedstrijd. Dos Santos, ja. Yeah. Bakker was de slechtste. We hebben Hickey gehaald. Maar dit was niet goed. Even kijken. Neres, 7 maanden uit de roe. We hebben hem net. Oké. We hebben geen. Hebben we opties? Het wordt niet makkelijk. Neres, 7 maanden. We hebben hem net. Nu moeten we gaan kijken naar een vleugelspeler. Kluivert was 4 weken eruit. Toen zei ik van het hoeft niet. Neres, 7 maanden. Nu moet het. Ja, weet je, dus als jullie ideeën hebben voor een vervanger van
Neres, ik heb zelf ook een idee, maar als jullie met ideeën komen, laat me het weten, reageer onderaan deze video. Ik ben even van slag, man. Wat is de vraag? Jullie hebben beslissen. Wat vond u van de wedstrijd? Ja, Neres is klaar voor het seizoen. De Rami hebben we en we hebben Dos Santos. Ja, de Rami. Dit is wel jouw moment eigenlijk. Hè. We hebben, wacht even, Kluivert. Ja, we moeten wel één vleugelspeler halen, maar wel een linkspoot. Wel een linkspoot. We hebben wel echt pech, hoor. We hebben wel echt pech. We gaan meteen naar de volgende wedstrijd. Wedstrijd tegen Groningen gaan wij simuleren. We spelen thuis. Laat we winnen weer, kantje bord. Kunnen we een keer gewoon met 7-0 winnen of zo, alsjeblieft? En nu hebben wij weer een probleem. Want kijk, het is wel echt zo'n aflevering. Het komt wel goed, denk ik. Maar kijk, we hebben dus de volgende wedstrijd tegen Benfica. Dat is gewoon 3 dagen erna. Dit is de klassieker. Maar we hebben dus niet goed gepresteerd in de Champions League. We hebben maar 3 punten uit 2 wedstrijden. Dus de wedstrijd tegen Feyenoord. Ja, we gaan. Ja, ik ga moeten doen wat ik ga moeten doen. Looks like we've come to the end of the road. There's no point in running away now. I'd rather sleep until the storm is gone. She'd rather be shooting at me now. I know it will. We hebben het over de mooiste wedstrijd van de Eredivisie. De wedstrijd natuurlijk tegen Feyenoord. Dit is de klassieker. En zoals ik al eerder heb gezegd, ik ben benieuwd welke spelers er nog zijn. Dit zijn de 11. Even kijken. Geert Ruida, Trauner, Hendricks, Aursnes, Texera, Banis, Conte. Een Bouden speelde er toch ook? Dat zijn er 8. Netjes, ik heb niet eens gekeken naar de bank. Maar dit is wel echt na 4 jaar, hè. En dit zijn de 11 voor Ajax. Ja, Mulder speelt, Schuur, Struik, Hickey zijn debuut, Simons, Ekkelenkamp, Riedewald, Dos Santos en Bolo, Darami en Bolo. We hebben gekozen voor Abraham tegen Benfica. Abraham, laat me niet in de steek. Dit is de wedstrijd tegen Feyenoord. Hier is Hickey, zijn eerste balcontact. Darami. Dan krijg je de kans. En die paas trouwens van Hickey. Prachtig. En dan krijg je de kans. Maak je het niet af. Aursnes. Hier is. Hij gaat het proberen. Hij gaat er langs. Hij gaat er weer langs. We hebben het wel moeilijk op uw team soms, hè. Maar het is leuk of zo. Want dan, weet je, dat zeg ik wel. Omdat het 0-0 staat en niet. Safi. Simons. Bruh. Wat de f***. Maar Embolo zit wel echt. Ik weet niet wat er is met Embolo. Dit had ik niet verwacht. Doet me denken aan Lammers. Ja, we wachten met die paas. Ekkelenkamp. We wachten met de paas. Wordt van de bal gedrukt door. Ik weet niet wie. Geert Ruida, denk ik. Ja, toch? Ja, Geert Ruida. Strijk moet erachteraan. Terwijl hij eigenlijk daar Hickey hoort te staan. Eén op één zo is lastig. Laat ze niet schieten. Ah, kom op! Die paas was niet eens voor hem bedoeld. Bouchataoui. Ja, toch? Texera, Riedewa. Ah, smerig gedaan. Dit gebeurt wel te vaak. Dat de linksback, de rechtsback niet te langzaam. Nou weet ik wat er gaat gebeuren namelijk. Ga schieten. En dan is het waarschijnlijk een doelpunt. Ik wissel. Ik probeer te wisselen tenminste. Ongelooflijk. En ze doen het alsnog, hè. Maar hij nam hem zo magisch aan. We staan achter met 1-0 tegen Feyenoord. We hebben zelf helemaal niks te zeggen. Helemaal niks. Ekkelenkamp vraagt om de bal. Hoe wil je die bal ontvangen dan? Hier heb je de bal. Wat ga je ermee doen? Ah, dat is mooi.
Win een duel in de lucht, alsjeblieft. Ah, hou op. Ja, oké. Okay. Milde. Maar kom op, hé. Hij kan toch gewoon... Bruh. Ik ga gewoon stotteren van dit, man. Xavi. Simons. Naar... Niet naar hem, naar Hickey. Zo, zwak geschoten. En we verliezen gewoon de bal. Ik zeg het net nog en het gebeurt gewoon. Wauw, kap naar binnen. Pff, gezien. Ultiem, jongen. Ultiem. Gaat er overheen. Meslier met de redding. Deze wedstrijd kunnen wij vergeten. Ik ga er alles aan doen. Maar ik heb, ja, ik heb niet het gevoel dat we een doel... Niet eens een schot kunnen... Hij doet het gewoon weer. Zie je wat ik bedoel met Embolo? Ik zeg dingen niet zomaar. De raam is geblesseerd. Oké, okay. Dit is de aflevering waar alles fout gaat. Hickey. Wisselstruik. Je moet niet naar achteren lopen. We blokkeren de bal. Hij komt gewoon terug. Ja, kom op, man. Daar kan je toch niet tegen voetballen? Dit is ultiem, kan ik je wel zeggen. Dit is ultiem. Win het duel dan, my guy. Hebben we de bal terug. Ik ben... Ja, hoort erbij. Maar af en toe moet je gewoon een beetje gefrustreerd raken. Zo blijf je ook gemotiveerd en scherp. Zou je denken. Acht minuten te gaan. Kunnen we het waarmaken? Ik heb geen idee. Xavi Simons, Embolo, allebei blablabla. Ik bedoel, Xavi Simons met de assist. Embolo met het doelpunt. Ik denk dat het doelpunt net te laat is gekomen. Laten we alsjeblieft niet onze kans wegnemen door meteen niet onze kans... Kom op, man. Dit kan je... Ja, oké. Het is ultiem. Ik weet het. Ik weet het. Ik weet het. We verliezen met 2-1 van Feyenoord. We gaan naar de laatste wedstrijd, want ik ben boos. We hadden kunnen winnen en Embolo nam de bal aan met zijn rug. Wat? Hoe verzin je dat? Darami is niet geblesseerd. Dat is geluk voor ons. Kluivert. Noalang. Abraham. Sanchez. En Salisu. Eindelijk. Bakker ga ik vervangen. Oké, Nathan Ake, tuurlijk. Laatste wedstrijd is tegen Benfica. Wow. Wacht even. Wat is dit? De nieuwe Johan Cruijff, mijn guys. Nee, we gaan moeten wachten. Laatste wedstrijd is tegen Benfica. We staan op plek 3. Het verschil met Benfica en Leicester is maar 1 punt. Dit is dus een hele belangrijke. Want ja, jullie weten wel waarom. Maar we spelen de laatste tijd niet goed. Maar ja, ultiem hè. Het is echt een uitdaging. Ik kan het je wel adviseren. Maar wees voorbereid. Koop een extra controller. Of zo, want ja. Man. I'm not that girl that used to be. Sometimes I'm more than worse. I'm beyond what I once was. I don't believe in love. Hey, hey, if I want something, I got it. Hey, hey, oh baby, I need love. Hey, hey, cause I love, I cannot buy it. Wasn't real, wasn't real. We hebben het zwaar. Laten we gewoon eventjes erover praten. We hebben het zwaar. Moet je helemaal vergeten. Ze hebben een echt stadion. Estadio. Door Özil Benfica. Ja, man. Benfica. In ieder geval, ze hebben een echt stadion. Het is wel echt een mooi stadion. Maar we hebben het zwaar. We hebben verloren van Feyenoord. Breel en Bolle. Ja, gepasseerd. Breel en Bolle gewoon gepasseerd. Als je gaat kijken hoe hij speelde vorig seizoen, zou je dit nooit geloven. Maar hij is op de bank. Ultiem is lastig, maar ik ben wel blij dat ik heb gekozen voor Ultiem. Want het maakt het allemaal gewoon wat spannender. En je weet het gewoon nu echt niet wat er kan gebeuren. Of wat er gaat gebeuren, je weet wat ik bedoel. Benfica, Vinicius op de bank. Speelde bij PSV toch? Jean-Mario, niet Jota. Yarmchuk, 5 verdedigers. Eboué speelde toch in de Eredivisie. Dit is onze sterkste elf, want ja, Neres is geblesseerd, dus Noah Lang terug. Ja, we hebben hem in genade teruggenomen. Noah.
Luister, dit vind ik zo slecht van FIFA. Echt waar, ik vind het zo slecht van FIFA. Geef de paas niet op Noah. Terug. Rustig aan. Wat een moeilijke wedstrijd om te doen. Ah! Ihatare! Dat was de mogelijkheid. En dan krijg je hem natuurlijk niet bij Kluivert. Wat een kans was dat. Ibrahim wordt een beetje aangetikt en hij struikelt helemaal. Hey Ibrahim. Nathan Ake gaat. Klaassen! Ach, kom. Ja, oké. Okay. Daar kan ik echt zo boos om. Oh, ja, Klaassen. Daar ga je straks. Ik ga je eraf halen. Daar is Bazoo de bal kwijt. Ja, ik durf het gewoon niet aan. Dat is echt mijn fout. Noah. Hoe dan? Kom op, man. Nu! Kijk die aanname van... Ja, maar we worden wel een beetje... We hebben gelijk gespeeld tegen Benfica. Op zich niet echt een probleem. Noah Lang was 1-1 met de keeper. 3 kansen hebben wij maar gecreëerd. Wauw. 1-1 met de keeper, Noah Lang. Ik weet, je hebt lang niet gespeeld. Je mist natuurlijk ritme, wedstrijdritme. Dat is mijn schuld. We staan nog wel op plek 1 in de Eredivisie. Dat is goed nieuws voor ons. Even kijken heel snel. In de Champions League op plek 3. Het verschil met Leicester is, oké, we moeten ons gaan focussen op plek nummer 2. De topscorer is Romani. Het is gewoon niet te geloven. Ik moet stoppen. Broskies, hartstikke bedankt voor het kijken. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Abonneer als je nog niet bent geabonneerd. Tot de volgende aflevering. I'm out.